Hoi allemaal, welkom bij Robby's Moestuin. Vandaag in Robby's Moestuin aardbeienplanten in de grond zetten. Ik heb dit jaar gekozen voor 4 soorten. Een doordrager, een vroege soort, een middelsoort en een super aardbei. De super aardbei heeft een doorsnee van 1 cm of 8. Het is voor mij de eerste keer, dus ik ben echt razend benieuwd hoe die gaat worden. Nou, de aardbeienplanten die ik heb besteld, die komen zo binnen, iets dichterbij komen. Je ziet, het is een heel klein plantje met hele lange wortels. En dat is wat ik graag wil zien. Dit is een ander soort. Je ziet het, de wortels zijn ook een beetje anders van kleur. En dit is de doordrager. Als ik ze in de grond zet, gebruik ik daarvoor een handgrondborm. Daar kan ik lekker diep de grond mee wegsteken. Dus even kijken of jullie dat zo kunnen zien. Nee, een klein stukje naar achter. Ik heb al een heel veld met aardbeien klaarstaan voor de zomer. Die heb ik er al ingezet. Huppata. Zo. En op deze manier zet ik mijn aardbeienplantjes in de grond. Nou is het verstandig om zeg maar niet te veel aardbeien op elkaar te zetten. Dus je moet echt een afstand aanhouden van zo'n 1 cm of 30 cm. Ik ga ongeveer uit van zeg maar 7 planten per vierkante meter. Nou, en nu is het wachten. De eerste bloemetjes die verschijnen van in het voorjaar, die haal ik eruit. Het is goed voor de ontwikkeling van de plant. Dus we moeten even wachten. Het regent nu al een klein beetje, daar ben ik heel erg blij mee. Dat drukt de grond weer een beetje aan rondom de wortels. Dus ik hoef ze geen water te geven. Dus ik wens jullie heel veel succes met het zetten van je aardbeienplanten. Kies een leuk soort uit waar je tevreden over bent. En ik zie jullie van de zomer bij het oogsten van de aardbeien. Dit was Robby's Moestuin. Tot de volgende keer.